Het was de afgelopen maanden regelmatig in het nieuws. Twee tieners opgepakt die verdacht worden van het neersteken van een 15-jarige jongen. Van 13, die dit weekend werd opgepakt voor met een mes bij een café neergestoken. Een 14-jarige jongen is ernstig gewond geraakt bij een steekpartij. Een jongen van 16 is opgepakt en zit vast. Gemaskerde mannen, wapens en bedreigende teksten zijn de ingrediënten voor de zogenoemde drill music. Don't test me, ben een jealous type. Een vriend van de op, dat is ook jouw vriend. Shank on me, so don't test me. Wil ook met, heb het niet gezien, er is er. Die mannen zoeken mij, ben nog steeds in de drie. Tot troep je mij, catch jou en je vriend. In Amerika en Londen kennen ze deze duistere muziekscene al veel langer en wordt het in verband gebracht met geweld op straat. Sinds enkele jaren duikt het ook steeds vaker op in Amsterdam. We zien echt een zorgelijke toename op dit moment van jongeren die wapens bij zich hebben. Afgelopen weekend hield de politie in Amsterdam 5 jongeren aan. De jongste van hen was 11 jaar oud. De hip-hop was message. Daar zat een message in vroeger. Maar nu is het meer gewoon agressie en frustratie en wanhoop. Maar nu is het, je zegt iets, maar je gaat het ook echt doen. Je praat over iemand steken en dan steek je ook echt iemand. Je praat over schieten, je schiet ook echt iemand. En het gaat nu gewoon te ver. Dat is wat er nu gebeurt. Jong niks, neem meer risico's. Visie hoog, krijg hoofd net filosoof. Ik vergroot mijn stacks onder microscoop. Zieke flow, je spent als idee. Het dissen in de raps is zeer persoonlijk en in dit filmpje kun je bijvoorbeeld zien dat twee groepen uit Zuidoost elkaar bedreigen. Ook het slachtoffer van de dodelijke steekpartij afgelopen woensdag speelt hier een rol in. Zijn bijnaam is RS en wordt in dit filmpje genoemd. Blijf allemaal checken, man. Blijf Alisa's checken ook. Kankerhard. Je weet. Ik ga het je weet toch. 100.000. Free. Het is een soort van, ook een cultuurtje aan het worden. Weet je, en dat het gewoon normaal begint te worden. En het bedreigen gebeurt niet alleen in videoclips. Ook op sociale media, zoals Snapchat, worden bedreigende foto's rondgestuurd, soms met wapens. En het gaat zelfs zo ver. Bij hun aanhouding was dit wat zij bij zich hadden. Wat die licht zijn verboden wapens, dus grote steekwapens, waarvan bijvoorbeeld als we naar dit wapen kijken, een wapen van 60 centimeter lang is. Als jongeren worden betrapt met zulke wapens, gaan ze meestal naar Halt. Daar krijgen ze een straf die bij hun leeftijd past, zoals klusjes doen of een cursus volgen. Maar wat ik erg vind, is dat dit gebeurt. Het gaat voor mij meer om de mentaliteit. Dat als iemand sterft, dat wij zitten te lachen om iemands dood. En dat is heel verontrustend. De politie onderzoekt of de filmpjes en bedreigingen verband houden met het incident, al kijken ze ook naar andere motieven. De jongerenwerkers merken dat de jeugd zich steeds vaker tegen de bedreigingen bewapent. Als je op een gegeven moment in een bepaalde groep zit, dan ga je jezelf willen beschermen en dan ga je een mes hebben om te beschermen. Ook al steek je iemand niet. Kogelvrij vest. Jongens van 18, 19 jaar hoor ik en ik schrik me gewoon echt een hoedje. Want als ik ze begeleid, ook in de, op school, doe ik jongerenprojecten op school in de klas. En dan sta ik zo voor de klas. En dan zeggen ze, hey meester, heb je wel eens een AK-47 in je hand gehad? Ik zeg, nee, hoe kom je daar nou weer bij, joh? We zijn van het westen, vaak moest kijken wat gaande. Wat met nade, voel ik me merde. Ze is niet met mij, ze is niet met mij. Als ik val op mijn rug, maar wil met me zijn als ik val met de rug. Wat gaande. 4 jaar geleden moesten 269 jongeren bij Halt komen omdat ze wapens bij zich hadden. Vorig jaar waren dat er al bijna 400. En die wapens worden dus ook steeds vaker gebruikt. Het bijen hebben van dit soort wapens is in zichzelf al verboden, maar waar ik me zorgen over maak is wat je ermee kan doen. Dus je kan er een straatroof plegen, maar je kan er elkaar ook mee steken. Wat je met dit soort wapens kan doen is verschrikkelijk. Vooral de politie in de grote steden, Amsterdam, Rotterdam, maakt zich grote zorgen over de messen die de jongeren bij zich hebben. Het zijn niet direct jongens die bij een bende zitten. Het zijn wel jongens die met bepaalde jongens omgaan. Jongens waarvan misschien de thuissituatie... Ja, niet altijd even dingen goed lopen. Jongens waarbij het misschien niet altijd op school even goed gaat. Op de blok, wat doe jij? Jij bent poesie, red voor kutsie. In de streets, laat me hopen dat het lukt. Ben ik geen, ben
niet gein, never trekken wij ons terug. Is de blauw achter ons. Er zijn dagen waar ik tranen heb en waar ik aan het bidden ben tot God van Heer, help mij om iets te doen hier in deze stad. Dat zijn mijn privé momenten. Waardoor ik dit doe, waardoor wij dit doen. Omdat we zijn gebroken om te zien wat er gebeurt. De steekpartij van gisteren is het zoveelste incident. Eind september kon de politie een grote confrontatie tussen groepen in de tram maar net voorkomen. Dit soort grote messen zijn toen in beslag genomen. Je zal er maar tussen zitten in de tram of in de bus. Ik ga nu naar de tram, dus ik hoop dat er verder niks meer gaat gebeuren. De rivaliserende groepen zouden elkaar op YouTube imponeren met gewelddadige gebaren en teksten. Het internet staat vol met dit soort video's. Hey, kreeg een niffie, is dat chest. Niet zo bro in de steek, die dag was je. Wat we zien is uit Engeland overkomen waar je de drill video's, hè, dus het bedreigen en het intimideren van elkaar via YouTube. Het is een hele zware opdracht voor ons, denk ik, voor de gemeente, voor de burgemeester, voor de politie, om dit in de kiem te smoren. Het begint natuurlijk volgens mij bij die video's, om dat heel hard aan te pakken en niet toe te staan. Dat verder verspreid wordt. En daarbij wil de gemeente meer preventief fouilleren en meer politie inzetten. Ook willen ze met de ouders van de jongeren in gesprek. Zo laat een woordvoerder in een schriftelijke reactie weten. Verschrikkelijk dat het hier zo achteruit gaat. Ja, echt heel jammer. Ik kan er bijna wel huilen. Dus. Kijk, in UK drill, daar hebben ze zeg maar bepaalde referenties dat je denkt van, hey, dit is zo harde, maar bijvoorbeeld ze zeggen dingen van, we vallen aan de droog, bla, we hebben makkelijk niet nodig. Zulke dingen, dan denk je van, oh, domme lijn. Hier in Nederland zeggen ze de hele tijd, ja man, ik steek je, shank, dit. Ja, ik denk wel dat het kinderen op ideeën brengt. En ook al is het slecht wat de kinderen doen, Fabian wil ze wel graag helpen. Ik denk dat de daders eigenlijk ergens ook misschien wel slachtoffers zijn. Als je het hebt over jongens van 12 tot 16 jaar, ja, dan zijn dat jongens die beïnvloedbaar zijn. Je bent jong, hè? Je wilt er ergens wel bij horen. Wij rappen gewoon wat er al gebeurt. Want nu lijkt het alsof we rappen en dat mensen daardoor die dingen doen. Of wat is niet zomaar een ruzie. De ruzie is zo ver gekomen dat... Bijna oorlog. Bijna oorlog kan je het noemen. Prinsenplein is gewoon waar alles begon. Het is een winkelcentrum, hier chillden we altijd. Alles wat we meemaken zeggen we gewoon in onze liedjes. Over de ruzies die ik buiten heb gehad. Over het eerste meisje die ik eens heb gezoend misschien. Of chaos die er allemaal gebeurt in de buurt. Mensen die bijvoorbeeld op elkaar schieten hier zo. In de clip zie je ook vrij veel messen en pistolen. Hè? Verlof bijvoorbeeld. Waarom is dat? Kun je dat eens vertellen? Op dat moment zag ik het om me heen, zat ik er zelf in. Wij liepen echt elke dag met zulke messen. Op straat, we hadden ruzie. Met iedereen, met veel mensen gewoon hadden we ruzie. We liepen met die messen, gingen we ermee zwaaien. In andere buurten en zo. En dat was het op dat moment gewoon. En vandaar dat we het zo laten zien in clips. Want dat was je leven en dat wilde je laten zien en muziek over maken. Ja, en het is niet per se omdat het stoer was of zo, maar dat is gewoon... Waar ik op het moment diep in zat. Laat me je seks zien. Happy niet. Oh, waarom ben je nou pief zoeken? Ik ben nou buiten. Kan niet buiten zoeken. Natuurlijk zijn er oplossingen vanuit onze kant alvast. Ja toch, maar dat kan niet van één kant, snap je? Niet alleen van één kant. Als jullie bijvoorbeeld een buurt uitzetten, wij... Er zijn allebei verschillende oplossingen. Er zijn allebei verschillende groepen, verschillende buurten, verschillende gemeenschappen, verschillende cultuur. Verschillende manieren van omgaan met elkaar. Hierzo zou bijvoorbeeld een buurthuis misschien helpen met een studio erin. Een voetbalveldje daarna, een PlayStation erin en laat ons af en toe koken om de zoveel tijd. En laat ons af en toe een beetje voetballen met elkaar. Dan heb je ons al in de buurt, dan gaan wij niks daar zoeken. Dus die bas is gewoon hard. Gewoon. Als je oordopjes hebt of AirPods, die bas gaat gewoon boem, boem. Wat gebeurt er allemaal zeg maar, in de buurt? Mensen worden gestoken en geschoten. En dat hoor je ook in de muziek en dan gebeurt het echt. Nina Kero, Kero, hoofd is heet, hart is koud, broeien schat, denk eens heroes. Ben op dat blok en mijn team push weight. Ach, je weet ons als sterren. Kenne oost, maar ik sla je buiten westen en nu zie je sterren. Ik heb mijn pastor op straat zien gebruiken. Dus ik ga niet naar Kero. Je spoort jongeren die het luisteren, spoor je ook aan. Het lijkt dan normaal om dat soort dingen te doen, steken, dat soort dingen. Het wordt nu normaal. Met drill rap, dat is iets anders dan zang en zo. En zang, ja, is voor oude mensen. Drill is voor deze generatie.
ja, de jeugd heeft een toekomst. En dat je dan ze ziet afglijden door de teksten binnen die muziek letterlijk te nemen. Ja, dan is het einde zoek, om het zo maar te zeggen. Yo, je ziet zelf toch hoe we staan bij de Prinsenplein. Hoe het eruit ziet in clip, zo is het ook in het echt. Meestal in de zomer. Omdat we echt niks te doen hebben, staan we daar. Dat is gewoon de echte reden waarom we zoveel buiten zijn. En Prinsenplein zo bekend staat. Fris, Gilles, Western, 728 original member. En in de been net Drenthe, hoe vliegt dat nou iets te rappen? Met die wil stromen net stekkers, kan versnellen net Fardy en Chamber. Maar ben ook niet binnen net vetters, bied de mic tussen door net Jackson. Wat kunnen we daar tegen doen? Ja, wat kan je er tegen doen? Niet veel, denk ik. Blauw gewoon roepen en dan is het klaar. Ja? Bij wie ligt de verantwoordelijkheid? Bij de gemeente. Niet bij de rapper zelf? Nee. Ah, iedereen moet gewoon zijn ding doen, maar mensen moeten elkaar niet neersteken voor saus. Snap je? Het kan anders worden opgelost. Die rappers zijn oud en wijs genoeg allemaal. En ik denk dat ze met elkaar gewoon moeten gaan oplossen van dit kan zo. Want ze moeten begrijpen dat ze heel veel impact hebben op de jongeren die naar hun luisteren. Je kan muziek maken gewoon maar prettig. Niet op een manier waarvan er akkefietjes ontstaan. Ze denken dat ze stoer zijn, maar ze zijn niet stoer. Dus we moeten gewoon stoppen. Ik ben niet stoer. Nee, heb niks in hip. Al die money moet er komen. Rotterdam-Zuid, een doordeweekse avond. Deli en zijn vrienden zijn minderjarig en weten hoe het is om een mes bij te hebben. Zelf, ja, ik heb wel een mes op zak. Maar ja, dat is omdat ik een bepaald risico niet wil lopen. Je toch, het is een keuze om ermee te lopen. Ja. Het hoeft niet per se. Maar door wat ik zie, door wat er gebeurt hier, zo, is niet dat ik bang ben of zo. Nee. Of iets. Maar wat bedoel je dan met bepaalde risico's? Wat denk je dan aan? Wat zou er kunnen gebeuren met je? Om bijvoorbeeld gestoken te worden. Zo, ja. Want veel jongens, ook jongens die ik ken, zijn gestoken. En ja, ik wil niet dat het mee overkomt. Ja. Ja, ik kan daar niet echt over praten van wanneer ik kom op zak, maar het is gewoon wanneer het moet, man. Wanneer het nodig is, wanneer ik voel dat het nodig is. Man. Op de blok, wat doe jij? Jij bent pussy, ren voor kut. We gaan niet dingen rappen zodat andere mensen het doen. Dus we zetten mensen niet aan tot dingen. Wij willen wel nu gewoon zeg maar exposen aan de buitenwereld wat die... Volgens getuigen ging het om een groot keukenmes met een lemmet van zo'n 25 centimeter. De overvaller heeft er gelukkig niet mee gestoken. Maar de situatie was natuurlijk heel erg bedreigend voor zowel de klanten als voor het personeel. Ik weet dat er bepaalde jongens zijn die zulke dingen wel eens kunnen doen. Of die wel met een mes kunnen komen. Ja. Weet je toch? En voor de rest ben ik gewoon mode, man. Ja, ik zie wel dat het echt serieus is gaan worden. Want ja, ik ben niet bang om dood te gaan of iets. Weet toch, want iedereen zijn tijd komt. We hebben een bezigheid, snap je? Dus net zoals we zeiden van het buurthuis. We hebben onze eigen buurthuis, laat me het zo zeggen. En het is nu goed met ons afgelopen. De muziek is veranderd, commerciëler zeggen jullie. Maar betekent dat dan ook dus dat ik geen messen meer zie in videoclips, geen gewelddadige teksten meer? Nee, maar het gebeurt natuurlijk nog steeds om ons heen en we wonen nog steeds in die leefomgeving. Dus het zou altijd kunnen zijn dat we er weer over gaan hebben, maar dat het zo heftig gaat zijn. Nee, dat niet. Steken, je bent gewoon snel van iemand af. Je prikt iemand nek, diegene zit gewoon op grond, oké, je kan weggaan. Hoeveel mensen lopen met zulke messen 30, rond? 30 man. 30? En heb het alleen over hier, over deze wijk? Alleen over deze wijk. Zulke messen? Ja, en soms af en toe groter. Groter, machette. Ja, ja toch. Ik hou hem bij mijn heup, in een hoesje. En we dragen trainerspakken, dus het gaat er gelijk uit. Heb je zelf al eens gestoken bijvoorbeeld? Ja, toch, is normaal hier. En één keer, twee keer, drie keer? Twee. Twee keer? Ja. Doen ook veel jongere kinderen het? Ja, zeker weten jongens van 13, 14 plus. Als het gaat om de ouders die hebben hulp nodig. Als het gaat om scholen, scholen hebben ook hulp nodig. En ook als jongerenwerkers, professionals, politie en alles samen te werken. De jeugd ziet een hoop in de wijk en soms zijn dat ook verkeerde voorbeelden, maar dat we ook wel een goed voorbeeld laten zien van dat het ook wel kan om bijvoorbeeld profvoetballer te worden, of het ook wel kan om lerares te worden of advocaat. En als de jeugd dat vaker ziet,
dan gaat men er misschien ook wel eerder in geloven. Maar denk je als je bijvoorbeeld een baan of zo had, dat je dan had geleerd om het op een andere manier op te lossen? Let gewoon eens op hoe je moet letten. Als je school hebt, als je focus hebt, als je een bepaalde doel hebt, als je een richting hebt, dan ga je niet op andere mensen letten. Dan let je op jezelf. Veel mensen in Rotterdam zijn dus bezig met veiligheid. En wat we net allemaal hebben verteld klinkt heel erg, is het natuurlijk ook. Maar toch willen we benadrukken dat het incidenten zijn. En dat je niet moet denken dat je in Rotterdam met een mes moet rondlopen. Wat kunnen ouders doen? Ouders? Ja, ik weet eigenlijk ook niet echt weten wat ouders zouden kunnen doen. Want ouders weten ook niet, je weet toch, kinderen zeggen ook niet precies tegen hun ouders wat er precies gebeurt. Dus ouders begrijpen ook niet heel de situatie. Zou je blij zijn als er minder messen, zeg maar, zijn bij jongeren hier in Rotterdam, bij jou in de buurt, hier op Zuid? Het is niet goed hoe het loopt, man. Nee? Je weet toch, mijn moeders verliezen hun zoontjes en zo. Wat moet er gebeuren dat jij je mes thuis laat voortaan? Wat is er nodig? Het is gewoon als ik zie dat als het mindert en als ik zie gewoon dat alles begint een beetje te veranderen, je weet toch? Mensen beginnen weer anders te denken dan wanneer het meegevoel gewoon zegt dat het kan, je weet toch? Het gebeurde in een tunnel. Ik was met nog iemand en we kwamen twee andere jongens tegen. Eentje had een boksbeugel in zijn hand waarmee hij een slaande beweging maakte. Dat was echt disrespect. Hij deed dat zomaar en ik ken hem niet eens. Ik heb toen mijn mes gepakt. Ik weet niet precies hoeveel pijn ik hem heb gedaan. En we zijn gelijk weggegaan. De politie kwam, maar die hebben mij niet gezien. Ik heb ook niet echt spijt of zo. De andere jongens uit de wijk weten ook wel dat ik dit heb gedaan. Maar die maken dit soort dingen dagelijks mee. Ze vinden het niet echt bijzonder of zo. Nog even belangrijk. Dit is het verhaal hoe hij het ons heeft verteld. We konden het niet checken omdat hij hiervoor niet is opgepakt. Stijf, ik loop gewoon in de buurt. Boys kijken een beetje scheef. Misschien ik ga zeggen van broer, wat kijk je zo scheef? En dan gaat hij gelijk willen opstellen. Ja, en met handen ga je niet redden nu. Ik zeg jullie gewoon eerlijk, want handen ga je het niet redden. En dan ga je gewoon trekken. Dus dan pak het. Dit kan fout gaan. Ze gaan het uitpraten, weet je. Hij gaat zeggen zo van, waarom hebben jullie mijn neef lastiggevallen? Geef ze geld terug. Ik keek naar beneden, alles ging zo snel. Ik keek naar beneden, ik keek weer naar boven. En ik zag hun met z'n allen op mijn broertje springen, weet je. En er waren iets van 5, 6 jongens. Ik rende naar hen toe, maar ik was te laat. En ik zag, zeg maar, die steekbewegingen de hele tijd. Ja, en staken echt in op je broertje. Ja, man. En ik was te laat en ik raakte in shock. En ik zag hem weglopen en hij keek naar mij. En toen gingen die jongens wegrennen. Dus ik ging achter die jongens aanrennen, want ik dacht, het komt wel goed, weet je. We hebben broertje. Een sterke jongen en iedereen kent hem en is echt een doorzetter. Maar hij was op de verkeerde plek geraakt en eentje zegt dat hij nog wat heeft gezegd. Dat hij om mij ging schreeuwen en dat hij zei tegen een buurtgenoot van mij zo van, geef mijn moeder een kus op haar voorhoofd.